Het Momentum zoekt extra vrijwilligers. In de verpleeghuizen waar we al actief zijn, in Gelderop-Mierlo, Hezen en hier in Eindhoven waar we nu gaan starten, op landgoed Glorieux Park. Een prachtige omgeving, wat je dadelijk nog wel meer van zult zien. Ik wil je iets vertellen over het Momentum. Wij zijn een stichting en we zijn nu 2,5 jaar bezig. We hebben al mooie prijzen gewonnen. En wat we doen is met vrijwilligers een uurtje per week naar iemand toe gaan met dementie. En iets doen met die persoon wat jij leuk vindt als vrijwilliger en wat die persoon leuk vindt. Dus ja, wil je meer weten, kijk op onze website. En kijk nu vooral eerst even rond bij Glorieux. Vroeger was hier eerst een leefgemeenschap voor de zusters eigenlijk, een kloosterverzorgingshuis. Maar inmiddels is dat erg uitgebreid en zijn er ook kleinschalige woningen gekomen waar mensen met een dementie verblijven. Wij doen graag met Momentum mee, omdat zij voor onze bewoners vrijwilligers zoeken die één op één begeleiding geven. Dus een maatje zoeken dat extra aandacht geeft en daarnaast leiden zij ze op, wat natuurlijk ook extra belangrijk is. We hebben natuurlijk een enorm mooie omgeving waar vrijwilligers aan het werk kunnen. Dat helpt mensen het ook leuk vinden om het te doen. En daarnaast hebben we een heel kleinschalige organisatie. Dus daarom zijn we ook een soort van familie met elkaar, waardoor iedereen elkaar kent en wat ook een heel warm gevoel geeft. Heb je nu ietsje over? Ik zou het heel fijn vinden als we een aantal extra vrijwilligers op ons terrein mogen verwelkomen. Tot snel!